Ja, nou, oh, dit is best een leuk verhaal. Ja. Nou, Wouter werd 16. Maar hij gaf geen feest. En dan vonden wij niet kunnen, want sweet 16. Moet je een verjaardagsfeest geven. En toen hadden wij met ons en Romy. Ja, de Henkies. De Henkies dus. Ja, hadden we. Ja, sorry. Nee, echt. Surprise-party. Hadden we surprise-party georganiseerd. Dus zonder Wouter. Ja. En toen kwamen we naar thuis en toen was hij helemaal. Hey! Toen stond hij rechts van. Want toen deed hij niet. Ja, dat is heel leuk. Ja, alleen Wouter vond Sweet 16 niet zo leuk, dus het was een Salt 16. Dat klopt. Ja. Ja. En hij had vroeger allemaal met zijn neefjes allemaal filmpjes gemaakt en die gingen we toen kijken. En toen dachten wij, dat is misschien ook wel leuk. Ja, ja. Toen gingen we die avond ook een trailer maken. Black Christmas. Nou, die film die komt nooit uit, maar nog niet uit. Ik vond het super heel leuk om die filmpjes te maken en we dachten van, ja, daar gaan we mee door. Ja, ja. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dus we hebben een maand later of zo hebben we nog een keer afgesproken en toen hebben we een maand. Ja, het was zeven jaar. Maakt niet uit, oké. En toen hebben we meer filmpjes gemaakt en toen kwam pas ik. Ja. Ja, en de naam die. Ja, dat is ook nog een verhaal apart. Nou, oh ja. Ja, Henkie, ja. We denken van hoe kom je aan Henkie? Nou, op de basisschool hadden we altijd iets met het woord Hank. Ja, maar geen idee waarom. We gaan even alle dingen vertellen die we met Hank hadden, oké? Het was heel lang in loop. Ik weet het niet, maar het was hyper Hankie. Oh ja. Als ik Ada ook altijd zou kunnen. Het was Henkie. Ja, maar daar kwam wel de Henkie vandaan. Ja. Dus als ik hyper was, nee, als ik Ada in het suiker om had, werd ik hyper Henkie en dan kon ik om rond doen ofzo. Dat was heel raar. Ik zag helemaal niks van verkeerd. En we hadden voor jouw vader hadden we een. Toen die 50 werd. We hadden een filmpje gemaakt en toen was er ook Lara die speelde Hank. Juffrouw Hank. Juffrouw. Ja. En we hadden ook nog een, hoe heet dat? Zo'n Toa. Huh? Daar was ik niet bij. Ja, ik weet niet. Henk. Oh! Onderwijs. Onderwijs. Ja, ik kwam even niet op het woord. Ik heb even een Toa. Maar die heette dus Henk of Hank? Henk. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Nou, we vonden Hank dus een heel leuk woord. Ja. En toen moesten Lara en ik, die hadden een toets. Voor Engels. Moesten woordjes leren en Henkie was er geen van. Ja, we dachten Henkie, wow, dat klinkt echt super leuk en het is een zakdoekje. Ja. Dat maakt even niet uit. Maar is het er niet? Dat is leuk om te weten. En toen dacht ik van, wow, Henkie, dat is best wel leuk. Ja. En toen hadden we de studio's achtergebracht. Ja, want we hadden eerst Hankie Movies, Hankie Bros, Hankie. Hankie Bros. Hankie Marius. Toen gingen we toch. Oh ja, dat was op Lara's kamer. Ja, is interessant. Ja. En ik kwam later, dat weet ik ook nog. Maar toen gingen we gewoon eerst nog iets van horen maken. Maar dat ging een beetje fout. En wij hebben allemaal met heel serieus. Mm-hmm. Precies. Dus toen kwam er iets van komen, dacht ik. Ja, we wisten echt totaal niet wat we wilden maken. Dus, maar horror is wel altijd ons ding geweest. Ja, maar wel niet serieus. Nee, gewoon een slechte horror. Ja, humor. Sorry, oké. Ja, en de naam van Soik. Ja, hoe die is ontstaan. Elise en ik waren in de eerste. Ja, dat was echt. Dat was in de tweede klas. Dus in de tweede klas, we zaten bij Engels. Nou, we moesten eigenlijk dingen doen, maar we zochten we niet. Nee. Dus toen gingen we gingen, hoe heet het? Galgje doen. Ja, galgje. Ja. En dus met het werkboek zo. Ja, en zeg maar die woorden, of woorden, die letters die je dan niet. Gebruikt, nee, die niet in het woord voorkomen. Ja. Die stonden dus zo op een rijtje. Op een rijtje. Van links naar rechts. Ja, ja. Ja op een rijtje. En er stond dus Passoik. Ja. En dat was wel leuk. En dat was van, oh, dat vinden we wel leuk. En toen gingen we tegen iedereen zeggen, ha, Passoik, weet je wel. Niemand wist wat het was. En toen wij dachten van, ja, we gebruiken het als smiecht. Ja. Ja, maar weet niemand wat smiecht betekent? Ja, smiecht is een Duits woord voor. Weet je, Duits? Weet ik niet. Ik zie niet maar. Smiecht is gewoon iemand die iets doet een beetje achterbaks of zo. Ja, gewoon zo'n shit smiecht, weet je wel. Ja, precies. Ja, en dus. Ja, Passoik was een nieuwe smiecht. Ja, dus wij noemden iedereen Passoik. En toen wou iedereen weten, ja, wat is dat nou? En ze van ja. Mogen jullie lekker niet eten? Ja, dachten we dan. Maar we zeiden tegen iedereen, ja, dat betekent lachs. Waarom lachs? Piano.
is Lars. Zoik is Lars. Nou, oké. Okay. Dat ging heel raar. Ik hou een beetje en nou, dat vonden we dus een heel leuk woord. Ja. En toen dachten we van ja, we moeten een naam hebben. En toen dachten we gewoon een random woord. Zoik. Ja. En het is nog niet gebruikt. Ja. Dus ja. Lekker origineel zijn we weer. Ja. Yes. Dat gaat goed. Ja, onze inspiratie. Ja? Waar komt die vandaan? Ik weet het wel van mij hoor. Maar nou, dat weet ik helemaal niet. Ja, ik weet het niet. Oh, dat ik. Dat was te lijn. Maar, oké, nu komt het. Als ik alleen naar school moet fietsen, dan heb je niks te doen. Ja. Dus ik zit oprecht heel vaak na te denken over een rode draad van iets. Maar dan zit ik gewoon om me heen te kijken. En dan zie ik mensen en dan denk ik, oké, dat is wel grappig. Of dat is dan grappig. Ik heb de helft van het helemaal niet in jullie verteld. Inderdaad, dat hoor ik ook maar voor het. Ja, precies, maar maakt niet uit. Maar ja, nou dat dus. En, maar de rode draad verzinnen we eigenlijk altijd alleen maar op. De rest is echt improvisatie. Ja. Ja. Dus ik heb ook nooit een script, alleen dan voor de film. Die de Shadow. Die nog komt. Maar het is altijd gewoon random wat in ons opkomt en dan doen we gewoon. Ja. Ja. En dan krijg je dit dus. Ja. Ja. Ja, bloopers. We maken best veel bloopers. Laat het best wel weg. Heel veel. Ja, ja, we vinden het wel heel leuk om te doen eigenlijk, bloopers. Ja, maar dat is, als je improvisatie hebt, dan is het altijd veel bloopers. Want je doet maar wat en de ander doet maar wat. Dan begin je ineens te lachen en dan zo van... Oh. Ja, ja, klopt. Ja, en als we dan een blooper maken, dan gaat die scène wel echt 10 keer fout of zo. En als het dan eindelijk goed dan gaat, dan moet Wouter weer lachen. En als we het wel kunnen lachen. Zoals nu zit Wouter ook heel lang. Nee, grapje wel mooi. Oké, nu ben ik aan het wel. Nu ben ik aan het wel. Nou, maar ja, visie. Met mokken gaat het ook altijd fout. Ja, dat doen we nooit meer. Elke keer als we mok gebruiken, dan... Nee. Ik heb er nooit een mok gebruikt. Ja, maar na nou, maar 2 keer. Nee. Maar er komt een blooper video aan. Heel leuk. Ja. Of die is al uit. Dat weet ik niet. Nee, ik weet nog. Hij is het. Want Wouter moet even snel school. Nee, grapje. Nou, wat we een beetje willen bereiken is gewoon om mensen beter geven om gewoon schijt te hebben. Ja, ja, precies. Heb schijt, op hoe je wilt. Ja, dit is nou wel. Ik doe zo en jullie doen zo. Ja, dat is wel moeilijk voor Wouter op. Dan moet je 2 keer een beeld zetten. Doe maar. Dankjewel, Wouter. Gewoon genieten van het leven en maak lol. En ja. Met mensen die je mag. En het komt allemaal toch weer goed. Doe gewoon wat je wil. Zoals wij doen. Wij doen lekker wat we willen. En moeten mensen niet. Niet judgen. Don't judge. Goed vooral. En YOLO, you only live once. YOLO. Gewoon heb schijt. Ja, alles een beetje. Gewoon heb schijt. Gewoon heb schijt. H hoofdletter, S hoofdletter, met een punt erachter en een korte I. Ja, toch? Nou, en wat we... Ons doel? Nou, we willen eigenlijk ook nog wel een beetje van... Ja, maar niet uit. Nee, het doel is iets anders. Nou, we willen gewoon, gewoon lol maken, sowieso. Maar het zou ook wel cool zijn als we gewoon een tekst zouden doen. Ja, dat is wel Hollywood. Echt ja, die hoop die lang blijven houden, denk ik. Ja, maar... Altijd blijven hopen. Hopen. Ja, maar dit is sowieso zo leuk. Spelt hier ineens 99 of wel. Oh, wel gewoon. Ja, maar ik heb een serieus verhaal nog. Vertel. Nou, kijk. Eerst mal, we zaten bij elkaar op groep 8. In groep 8. Ik weet van de best niet weten. We zaten bij elkaar op de basisschool, alle 5. Ja. En wij z'n 3 zijn naar dezelfde school gegaan. En hun zijn na het jaar naar VWO gaan en ik op HAVO gebleven. Maar Wouter en Romy zitten allebei ook op een andere school. Ja. Dus we hadden echt een jaar geen contact mee. Ja, wij wel. Maar niet met Wouter en Romy of zo. We hebben er echt 3 jaar geen contact mee gehad. Nee, twee. Want het eerste jaar. Ja, ja, we hebben wel contact gehad hoor. Maar niet dat we heel vaak afspraken of zo. Maar, en nu hebben we elkaar echt vaak gezien hoor. Ja, maar het begon ook eerst met. Met Vince Skype of zo, we gingen heel vaak skypen. En toen hadden we dus opeens de Salt 16 voor Wouter. En toen denk ik, serieus! Boem! Boem! Bing! Alles kwam ineens zo vlop! Hoppie! Hoppie! Woep! Woep! Nu zie je hoe onserieus we dus ook in het echt gewoon zijn. Ja. Dit gaat. Dit is gewoon puur op de studio's. Ja! Dit zijn wij! Wij? Wie zijn wij? Wij! Wel hier
een studio. Ja, we hebben wel op de basisschool best wel veel. Gewoon wel wat toneelstukjes gedaan, zeg maar. Ja, vonden we ook heel leuk om te doen. Ja, allemaal bedenken en dan spelen en dan opvoeren. Wow. En dan allemaal door elkaar en dan klopt dat niet. Maar dan, je hoorde dan niet slecht volgens mij. Maar het was wel leuk. Ja, grote fantasie. Ja. Dus we hebben het al heel lang gedaan. Het zit in ons bloed. We hebben ook, ben je vooral verteld, dan als het hebben dan een keer film gemaakt voor de vader, maar die zit in de 50 weg. En toen hadden we echt helemaal de video van dus toen gingen we zo met de. Dit is even de iPad. Dan lag hier zo'n briefje met 25 jaar later. En dan, nee, 10 jaar. 10 jaar later. Grapje. 10 jaar later! Dus zo, en toen ging, moesten we even klaar gaan zitten en toen kwam ik. Ja, ja, zitten we gewoon op pauze. Misschien heel snel, je hoorde een stap op. Het was gewoon letterlijk ons toneelstukje gefilmd. Ja, het was wel leuk. Ja, maar je ziet nu de vordering van toen waren en nu. Ja, dat is wel misschien wel leuk. Maar het mooie was, Elisa speelde haar vader en ik speelde mijn moeder. Maar we hebben het laten zien op het feest. Maar op zich, bijna niemand was aan het kijken, want het was echt slecht. Maar op een gegeven moment, ik niet als die vader, dus dan stond ze daar zo. En toen zat ze aan de bier. En zo, bier. Goed verhaal. Dat is mijn vriend, hè? En al die mensen in de zaal. Er zat water in trouwens. Maar ja. Toen opeens, toen letten we wel op, hè. Toen kwamen ze uit, mag je niet? Nee, maar ik wel van de want de volgende was ook niet aan het kijken. Nee, het was wel leuk. Het was weer, oh. Dat was wel leuk. Ja. Maar ik vond het super leuk dat jullie hebben gekeken, denk ik. Nee, ik vond het niet leuk. Nee, ik vond het ook, ik vond het gewoon ruk. Ja, gewoon ruk weer. Gewoon ruk. Gewoon ruk. Klaar met dit. Ruk, klaar. Nee, grapje, was leuk. En we zien jullie dan bij de special. Dus de 100 abonnees special, als het goed is. Of Shadows. En, er komen nog zoveel vette dingen aan. Ik vind het Mag ik dat niet zeggen? Nee. Houdoek. Houdoek.